Eindhoven telt tientallen maatschappelijke organisaties. Maar wat doen zij eigenlijk en wie werken daar? In Mensenwerk nemen we elke week een kijkje achter de schermen. En vandaag zijn we te gast bij Ergon. Groeneweg, ik ben 41 jaar en ik werk gedetacheerd vanuit de Ergon bij de regionale huismeester als schilder. Ik heb via een lang traject met een psychische problematiek waar ik wat mentale klap heb gehad, een SW-indicatie gekregen vanuit de gemeente Eindhoven. Ik ben eerst bij de boei aan de slag gegaan en met die SW-indicatie kon ik daarna bij de Ergon terecht. Daar heb ik bij verschillende bedrijven geschilderd en ook bij de Ergon zelf. En op een gegeven moment, na een paar jaar, ben ik bij de regionale huismeester terechtgekomen. Vanuit de Ergon. Hey Gerben. Goedemorgen. Schiet het op? Ja, ik ben hier aan het schuren. Ik kan straks gaan bijgronden en dan na gaan lakken. Als regionale huismeester werken we heel veel met partijen die doelgroepen bemiddelen of huisvesten. En dan leek het ons ook een heel goed idee om met die doelgroep ook zelf aan de slag te gaan en daar werkzaamheden mee te verrichten. En er zijn best een hoop werkzaamheden die prima kunnen gebeuren door mensen die het wat moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. Ik heb mensen die gedeeltelijk in de WO zitten, dus een vakbeheerser, maar fysiek beperkt zijn. Ik heb mensen met een autistische achtergrond. Ik heb mensen met een langdurige werkloosheid en een detentieverleden. En ik heb mensen zoals Gerben die via de sociale werkvoorziening bij ons komen. Ik ben nu de kale en niet op kleurplekken. Ben ik op kleur aan het brengen met grondverf en ervoor te zorgen dat op de kale plekking de hechting goed is. Schilderswerkzaamheden, schuren, wassen, bijgronden of gewoon helemaal gronden, lakken, repareren, plamuren, teksten, behangen hoort erbij, glas zetten hoort er ook bij. Repareren van grove reparaties in hout, bijvoorbeeld houtkozijnen buiten. Je doet binnen- en buiten schilderwerk. Dus eigenlijk al het schilderwerk hoort erbij. Let's talk about Monday. Let's talk about Monday. Let's talk about Monday. Je let goed op beschadigingen, zodat die van tevoren gerepareerd zijn. Dat niet als je de deur gelakt heb dat je ernaar kijkt en dat je dan ziet van oh, daar zitten nog deuken of daar is de verf niet goed gedekt. Het werk bij de regionale huismeesters bevalt me zo goed omdat er zoveel variatie in zit. En een plek waar ik gewoon mijn ding kan doen en ontspannen kan werken en met een ontspannen gevoel naar mijn werk kan gaan en met een ontspannen gevoel 's avonds terug naar huis kan gaan.